Hallo mensen en welkom op mijn nieuwe kanaal Vaco Games. Op dit kanaal zal ik Nederlands spelcommentaar geven op verschillende games. Dat kunnen games zijn voor GameCube, Wii, PlayStation 3 en in dit geval PC. Het spel Tomb Raider Underworld uit 2008. We gaan een nieuw spel beginnen en ik ben een vrije tijdsverkenner. Dat komt eigenlijk een beetje overeen met de spelmode Easy. Dat is best voor mij al heel moeilijk. Want zo'n hardcore gamer ben ik nu ook weer niet. In dit prachtige huis, de Croft Manor, wordt voorzien van een explosie en begint in brand te staan. Tijd om te beginnen. Mijn naam is Lars, ik ben 23 jaar. Ik zit op de Pabo, nog een paar maandjes. Daar ben ik daar ook vanaf. En dan ga ik in het dagelijks leven kleuters leren het verschil tussen een vierkant en een driehoek. Of tussen een cirkel en een rechthoek. Maar voordat het zover is, gaan we eerst gewoon beginnen met Tomb Raider Underworld. En het eerste level, dat is een trainingsmissie. Zoals ik al zei, de Croft Manor staat in brand. De Croft Manor is het grote huis van Lara Croft, de hoofdrolspeler uit Tomb Raider. En dit level is bedoeld om je een beetje wegwijs te maken met de controls. Zodat je weet wat je moet doen. Er zitten behoorlijk wat bewegingen in dit spel. Dus dan is het handig als je weet wat je moet doen. Bijvoorbeeld druk op space om omhoog te klimmen. Ik heb dit spel onder andere uitgezocht omdat het Nederlands is. In ieder geval voorzien van Nederlandse schermteksten. En dat leek me wel toepasselijk op een Nederlands gamekanaal. Even kijken, hoe komen we hier overheen? Hupsakee. Een mooie uitvinding is dit spel de grappling hook. Die kan je aan dingen vastmaken en als je er dan aan trekt, dan kan je de omgeving ermee manipuleren. Oh jee. En hup. Hatsakee, naar boven en naar links. En laten we ons hier zakken. Nee! Nee! Oh! Zie je, zo'n goede gamer ben ik dus. Ik ben er maar verstaan. Huppatee, 1. En naar boven. En nog een keer proberen. En naar links. En... Nou! Kom op! Ik moet wel een beetje een goede indruk maken hoor, tenminste. Oké, prima. Mij hoor je niet klagen. We zijn er eens nog overheen. Apart. We gebruiken deze kist om hier naar boven te kunnen klimmen en dan over het vuur heen te gaan. En dan hopelijk op een betere manier als dat ik net deed. Want Lara Croft is van alles, maar ze is geen heks. Dus die hoeven we niet te verbranden. Oeh, donker. Gaat ongetwijfeld instorten. Ja hoor, verrassend. En er overheen. Wat sprintje, dan zijn we er sneller. 1, 2, yo! Zo gemakkelijk gaat het. Er zit een hoop cutscenes in het spel. Ik laat ze spelen en ik hou mijn mond er tussendoor. Dus daar gaan we. Auw, dat was ook weer niet nodig. Ik zag dat ik vergeten ben de ondertitels aan te zetten, dus dat zal ik zo meteen even nog gaan doen. Eidos Interactive. Crystal Dynamics. Tomb Raider Underworld. Oké, dat klonk heel fout. Bezig met laden. Dat hoop ik ook voor je, want ik ga hier geen kwartier zitten wachten op mijn scherm dat niks doet. Een week geleden. Mooi bootje, Lara. Kost een paar duiten. Ahoy. Nou, doen jullie eens raden waarom ik voor Tomb Raider heb gekozen. Hey Lara, find it yet? Patient Zip, I warned you that conveniently undiscovered islands would be scarce in the Mediterranean. Are you sure this Eddington chap knows what he's talking about? If he says father was convinced the path to Avalon was here, I have no reason to doubt it. Fair enough, but it's... Well, we've been talking. You've been talking, man. Leon, it's just... All right, maybe Avalon is real, but just because some bad woman tells you your mother didn't die after all. I mean, look, I don't want to seem heartless, but this idea of your mom living in some Celtic underworld, it's a little bit mental, isn't it? I have no illusions that my mother is holding court in some mythical paradise, Alistair. I only want the truth, whatever it may be.
I'll ring you later. Zo, dan gaan we eerst eens even de ondertitels aanzetten. Dan kunnen jullie ook meelezen. De weg naar Avalon. En deze Lara gaan we eerst eens even nat maken. Hartstikke idee. En naar beneden, Lara. Zet even ons lampje aan, dan kunnen we goed zien waar we naartoe gaan. We hebben op dit moment bij ons pistolen. Gewoon de standaard oldschool pistolen. En we hebben een speergun. Of een speergeweer, net zoals je hem wil noemen. Dat speciaal bedoeld is om aanvallen onder water af te slaan. En dit is het eerste level land tombe die we gaan betreden. Hier in de Middellandse Zee. En dan weet ik dat hier toevallig een paar haaien zwemmen, maar ik heb ze nog niet gezien. Oh, daar. Waar? Waar? Nou, daar. Ah, niet doen. Kom, hier. Dan ga je even boeten, beest. Dat is één. En bam, twee. En dan was er nog één. Maar als die uit de buurt blijft, mag die van mij blijven leven. Geen probleem. Val mij niet lastig, dan val ik jou niet lastig. Tomb Raider is een combinatie tussen een avontuur en een puzzelgame. En dit is de eerste puzzel van het spel. Een grote poort met drie grote schijven erop. Die wij in een bepaalde positie moeten draaien. En dat draaien gaan we doen door middel van sleutels. Dit is één van die sleutels. En die stoppen we hier in dit gat. Hartstikke idee. Dat is één. Maar dan kunnen we nog niet verder, want hier zit nog een ander slot waar nog geen sleutel voor is. Dus dat gaan we eerst eens even zoeken. En nou weet ik, omdat ik dit spel al een paar keer uitgespeeld heb, vroeger, in de ver verleden, dat die sleutel hier ligt. En dan houdt mijn kennis van dit spel eigenlijk al direct weer op. Want ik heb het spel wel een keer uitgespeeld, zoals ik zei, maar begin ik er weer overnieuw aan, dan heb ik er weer geen zin in, weet je. Ik kom nooit veel verder dan de eerste twee levels. En ik hoop dat ik dat op dit kanaal niet voor elkaar ga krijgen. Dat ik het spel gewoon uit ga spelen. Daar ga ik eigenlijk wel vanuit hoor. Zeker als jullie een beetje leuk meedoen. De tweede sleutel gaat ook het gat in. We kunnen niet snel zwemmen terwijl we deze sleutel hebben. Dat is een beetje jammer. Dan moeten jullie eens kijken naar de luchtbubbeltjes die uit Lara ontsnappen. Waar komen die vandaan? Ik vind het een hele gekke plek om luchtbubbeltjes te krijgen. Laat ik het maar zo zeggen. Ik insinueer niks. Maar het viel me gewoon even op. En ook de tweede sleutel gaat het slot in. Kijk, nou is het de bedoeling dat we op deze middelste schijf drie open ogen gaan krijgen. Ik noem ze maar even ogen, want omdat ik anders niet weet hoe ik ze anders moet noemen. En dat gaan we doen door aan deze schijven te draaien. Dus even kijken, dit is schijf 1. Een dicht oog in het midden is niet wat we zoeken. We zoeken een open oog. Dit oog is open, dus die hoort in het midden. Zit er daar nog eentje, die kunnen we dan zo deze kant op draaien. 1 en 2. En dan draaien we de derde slot. En dan zou, als het goed is, de deur open moeten gaan. Oh, verrassend. Hoe hebben ze dat ooit in vredesnaam hier beneden gebouwd, jongens? Dat kan toch niet? Trouwens, nog iets wat ook niet kan. Deze kwallen, die leven hier achter deze gesloten deur. In een afgesloten ruimte, er is hier verder helemaal niks. Geen eten. Zuurstof zal ook niet al te vaak ververst worden hier. Dus hoe overleven die beesten hier? Ik vind het knap van ze. Maar ze doen eigenlijk verder niks. Je kan er gewoon tegenaan zwemmen. Boenk, boenk. Maar jawel, ze doen wel wat. Kijk nou wat. Oeh, grote tentakel. Waaah! Die gewoon de grond in verdwijnt. Tuurlijk, joh, kan je uitschelen. Het is een computerspelletje, alles kan, alles mag. Uitgang zoeken. Hier kunnen we eruit. Lara is nat. Ja, ja. Kijk, in dit soort potten willen nog wel eens bonussen verstopt zitten. Zoals extra kogels. Of gezondheidspakketten. In dit geval zit er niks in. Lara's pistolen hebben ongelimiteerde kogels. Dus daar kunnen we net zo lang mee blijven schieten als we willen. Is altijd mooi, alleen de pistolen hebben niet echt een hele grote kracht.
Dus ik zal in dit spel ook regelmatig andere wapens dan de pistolen gaan gebruiken. Wat ik niet ga doen, is alle bonussen zoeken. Want er zitten in Tomb Raider heel veel bonussen verstopt. Er zijn allemaal kleine dingetjes om te zoeken of kleine extra schatten. Dat ga ik niet doen, dat gaat me veel te... Lara, amateur! Doe eens beter je best, kan ik weer helemaal overnieuw beginnen. Ik ga ze niet allemaal zoeken, dat gaat me veel te veel tijd kosten. En bovendien weet ik helemaal niet waar ze allemaal liggen. Dus dat ga ik niet doen. Nou, Lara, nog een keer proberen. Ik moet wel een beetje meewerken, meid. Ik kan dat niet allemaal in mijn eentje. En hier langs, hartstikke idee. Nou, nog een keer proberen. En dan... Even kijken, gaat het hoekje om. Goed zo. En naar boven. Fantastisch. Hoekje om. Spring. Goed zo. Nee, andere kant op. Andere kant op. Goed zo. En nu mag je zwaaien. 1, 2, yo. Nee, los. Los. Goed zo. Ging die bijna nog verkeerd. En het hoekje weer om. 1, 2, 3. Zo. En dan zijn we over aangekomen bij de tweede puzzel. En die werkt in dit geval met de grappling hook, zoals ik helemaal in het begin had uitgelegd. Die kan je aan dingen vastmaken, in dit geval dit grote slangenhoofd. En dan kan je eraan trekken. En dat is van dit geval belangrijk, want hieronder zit een pressure plate. Hier, als ik erop ga staan, gaat hij naar beneden, gaat een van die sloten open. Maar als ik er alleen weer vanaf ga, dan gaat het slot weer dicht. Dus dan kan ik alsnog niet door die deur. Dus we gaan proberen om dit grote stenen hoofd hier beneden te krijgen. Hartstikke idee, dat is één. Nou, één slot gaat open. En dan zit er nog één. En dan kunnen we dit tweede pressure pad voor gebruiken. Dan zou die, kijk, als ik hierop ga staan, dan gaat hij wel open. Alleen als ik er weer vanaf ga, dan gaat hij weer dicht. Dus wat gaan we doen? We gaan deze stenen gebruiken, die hier heel toevallig liggen. En die zetten we op deze pressure pad. Zo, dat is één en twee. Zodat hij wel naar beneden blijft. En wij alsnog die deur door kunnen. En yep. En de hendel overhalen. En dan krijgen we ongetwijfeld een cutscene waarin ik mijn mond ga houden. Incredible. The carvings are clearly similar to early Germanic design. But this is far older than the 5th century. Yet, strangely enough, more sophisticated. Proto-Norse runes. Let's see. World of Mist. That would be Niflheim, the realm of the dead. Not Avalon exactly, but the Norse equivalent. Okay, we hebben Niflheim gevonden. En daar gaan we ook zeker naar binnen. Dapper als we zijn. En trouwens, die Lara loopt hier wel op mooie blote voeten. Maar het kan toch niet anders dan dat dit helemaal vol ligt met kleine steentjes en ander pijnlijk eroverheen, Lara. Niet er... Krijg wat van dit mens. Beetje meemerken wij het. Hartstikke idee. Kijk eens. Hier kom ik dan toevallig tegen. Zit hier nog wat leuks in? Wat we kunnen gebruiken? Nee dus. Hup. Dan gaan we gewoon hier verder. Hop. Ah! Bukken. Kijk eens jongens, dit is toch mooi. Hierom spelen wij mannen een computerspel hoor, echt wel. Zo, dan gaan we springen. Niet zakken, maar springen. Luisteren. Hoep. Kijk, hier hebben we de eerste bonus die we kunnen vinden. Een gezondheidspakket. Altijd handig als ik het weer eens verknal. Ik zal ze hard nodig hebben. Cutscene. Die zagen we niet aankomen. Of wel? Ja, de kraken. En in dit geval wordt de oplossing voor het probleem direct aangedragen. Waarschijnlijk heeft de kroonluchter er iets mee te maken.
Oké, jongens, hier wil ik deze video gaan afsluiten. Als je een groen duimpje achterlaat, betekent dat je de video hartstikke leuk vond. Laat je een rood duimpje achter, betekent dat dat je hem zwaar poep vond. En ik hoop dat jij ook een comment achterlaat, waarin je me vertelt wat ik beter kan doen, wat ik anders kan doen. Of als je me al graag een ander spel zou willen zien spelen. Laat het me vooral weten. Ik ben overal bereikbaar op YouTube en ook op Twitter onder de naam Vaco Games. Vaco Games. Juist, moet ik het wel goed zeggen. Anders gaan we verkeerde dingen krijgen. Ik zie jullie de volgende keer als we verder gaan met Tomb Raider Underworld.